zitten wat die zeer. We stonden hier bij het Slijtenhuis in Onstwedde. Met nog een oetweest. En als goud is, doet Geert Nieuwenhuis open. Oh, kijk, dat is. Well, goedemorgen, meneer Nieuwenhuis, denk ik. Hè? Goeiedag, mogen we bij jou binnen kijken? Dit is niet zomaar een gebouw, dit is een heel bijzonder gebouw van mij. Ja, dit gebouw dat is tussen 1500 en 1600 van mij hier inzet. Hier was vooral een vakwerkboerderij met lijmvulling. En daar heeft in de loop van de eeuw maar afgebroken. Zo'n stalboerderijtje verstaan je zo bij elke gevel andere stal. En we hebben in 1972 gekocht als een ruïne. In 1975 was een bouwvinding gekregen. En toen het gebouw in 13 jaar in vrije huur afbroken en verbouwd. Dat alles is eigen werk zonder 1 cent subsidie. Jongen. En je gewone werk, je werd metseloor, hè? Dat was toen het ziet metseloor, ja. Nou, dus 13 jaar lang, nooit zijn eigen werk. Maar die werd vast naar je om 3 uur middags vrij. Nee, het mooiste moment wat ik eigenlijk metmaakte voor mezelf achteraf. Dat was, op een gegeven moment was ik bij de visser schuster uit Metzel en ik kijk op de loge. Oh, het is 11 uur, ik denk, oh, ik kijk naar 13. Halfkotje down. Dus ik maak mijn halfkotje spezie. Ja, mijn loge stond stil, dus ik was op een zondag, duim in de zondagmorgen, was ik boven mijn schuster aan het werk. Ik weet niet of ze het allemaal vernomen hebben in de deur, maar zo is het wel gebeurd. We gaan straks even rondkijken, maar kun je in een paar zin vertellen wat nou het Slijtenhuis in ons verder eigenlijk is? Nou, het Slijtenhuis op zichzelf, zeg maar. Eerst in de Slijtenhuis, daar vanaf komt, er zijn balken, zeg maar, die, ik zal zo wel in mijn aanwijzen, die door assoldering liggen, daar kwam vrouwen teug op. Maar verder zijn we hier, zeg maar, geen bier, rondleiding over spreekwoorden en gezang. Kledingconferentie van boven tot onder hoed van broek, van de kruis tot kruis van de broek. Santa Pestreun, ik kan nog klomp maken, nou ja, veel andere beroepen ben je doos dan wat. Dat is of als een stof moet vertellen, dan repareren, restaureren. Dus graag maar in eigen knippen. Dus van alles wat vuur komt, moest hij dan. Ja, het is een hele bijzondere ruimte hier zo. En die ruimte die is in een Saksische boerderij, hoor ik net. Maar waar kun je nou een Saksische boerderij aan herkennen? Nou, dat is een tankengebied. Nee, ik is een persoon die verlangt over wat vuur. Dat huis, zeg maar, had de pen, dus duurt de stoel erin. Ja. En er is toen dozen, zeg maar, als we pen voor zitten. Dus dat verankert zich, zeg maar. En dat is dus een Saksische boerderij, dat werkt, zeg maar. Dit is een stukje oorlogsgereedschap, hè. Dit blik. Of voor mensen, jij wordt zit het patroon stel in de blik. Maar die vader, vader moest toch heel licht van dit erom hebben. Moet dus verduisterd worden. Dus moeder zet die paar om eens met een blik van de zolder, om eens in mijn klepvuur, dat ik petroleumcel erin gezet en de pot erop. Vandoor dat gezegd, misschien kist er niet de pot op. Maar we het wel doen. Het vlammetje beoogde en ging die klep weer vuur. Kijk, dit smokkeloos klomp. Hier zit profiel verdraaid hem onder. Dus als ik wegloop, zeg maar, dan loopt het spoor zo aan de kant op. Dus dat doe je bij spoor komt, dan keer het spoor bijster. Als je op het verkeerde spoor zet, als je een dwaalspoor brengt, als je dus een hek zet. Toen hebben ze dus over nul gedacht. En deden ze dat allemaal meer onze bestuurders over de ding nul denken, dan kwam Almelo ook niet in de rook van Enschede te liggen. Maar als het kalf verdronken is, dan men de put. Dit is een blok aan het bouwen. Je kunt Peter aan zijn vuur bouwen. Als er slechte pakken is, hoe breekt er vast van de kantje zit hij ook. Die man of die vrouw van mij is mijn blok aan het bouwen. Soms. Niet altijd. Hier liggen allemaal, volgens mij noemen we dat niet holtjes. Heel allemaal scheuvels. Ja, holtjes. Ja. En hij een poor, heb je wel. Nou, ik is het niet aan stel. Hier liggen wel 100 holtjes te hangen. Ja, er hangen ongeveer 140 poor. We hebben een foto van waar hier in Japan staat te klompen maken. Ja. Word je er nog wat van? Ja, daar word ik wel wat van. Ja. Daar ben je gewoon de artiest en dan ben je de clown in het circus. Hè. Daar ben ik veel keren zeg maar, opgenomen op televisie door voor Japan. Ja, prachtig. Hier sta ik aan de boetenkanen.
En dan streken ze maar sok aan de binnenkamer. Stond hier binnen volgens mij een heel oude kinderwagen. En als ik zo naar die wieltjes kijk, dan denk ik eigenlijk ook onmiddellijk aan een ouderwetse, maar dan echt een hele oude fiets. Met voor een rode en achter een klein wieltje. Jeetje, wat is dit een mooi pronkje weltje. Ja, misschien komt wel dezelfde periode. Hè? Dit is ook ongeveer van 1850. Het is een wandel in kinderwagen. Dit is die bak, die ken hem ook. Kijk, zo is een kinderwagen. En zo is een wandel. Wat een bijzondere morgen hebben hier uit, onvoorstelbaar. En ik wil eigenlijk nog veel langer blijven, maar dat je wie mag nog een keer terugkomen. Maar die kun je onder andere vertellen over zandtapijten. Zandtapijtstreun, hè? Ja, er werd vrouw in de boerderij leeg, vlakbij de heer. Die zat als een muurvrouw met alles aan het roetveegd en kwam naar zijn te vrienden. Vier klok, 6 uur. Daar zat er soms van af, de zondag ook. En de verse in de week loopt ze gewoon duur en over een zandtapijt voor de zondag. U hunt van thuis, we moeten gewoon nog een keer weer komen. En we willen niet zo lang wachten, kunnen ze natuurlijk gewoon bij u terechten. Ja, maar een keer als ze van ver komen, kunnen ze beter in bel. Beter in bel. Mag ik u vriendelijk bedanken, Geert, voor deze prachtige rondleiding en uw gastvrijheid? Ik moet u bedanken. Dan bedanken we mekaar. Ik ben ook gewoon vrijwilliger, het is gewoon fantastisch dat ik zo op pad ben. Ik wens u veel succes. Graag gedaan en ik u ook en groet tot de volgende keer. Het allerbeste. Dag hoor. Mooi. Hierom notarig blad, het was hier om hier een knol op pad te gooien. Winkel al die schitterde, die verdoos die zat. Dus aankom weken ook maar weer op pad.